Welkom bij een nieuwe Sjoegem. Ik sta vandaag in Utrecht. Afgelopen weekend is de koningin naar de Verenigde Arabische Emiraten gegaan. Maar ze had een moskee bezocht en toen had ze een hoofddoek op. Nou, op zich vind ik best wel respect, weet je. Dat doe je niet zomaar. Maar ja, daar dacht Geert Wilders weer wat anders over. Wat vind je ervan dat de koningin op staatsbezoek een hoofddoek droeg in een moskee? Nou, ik vind het wel betuigen van respect, denk ik zo. Mij maakt niet zoveel uit eigenlijk. Ze moet het zelf weten, eerlijk gezegd. Ja, ik vind dat wel goed eigenlijk, want ze past zich aan het land. En ze houdt rekening mee met anderen. Nou, ik vind het niet meer dan normaal als andere mensen andere regels stellen dan in je eigen land worden gehanteerd. Dan heb je daar gewoon aan te houden. En misschien ben je het er zelf niet helemaal mee eens dat je een hoofddoekje moet dragen. Maar gewoon uit respect voor de mensen waarbij je op bezoek bent, vind ik het eigenlijk de enige way to go dat de koningin een hoofddoek om heeft gehad. Nou ja, ik vind het goed van haar dat ze zich aanpast en dat ze die mensen respecteert en daardoor een hoofddoek heeft gedragen. En wat vind je ervan dat Geert Wilders daarop gereageerd heeft, negatief? Nou, weet je wat het is met Geert Wilders? Die wil alleen maar aandacht en dat krijgt hij door negatieve reacties overal op te geven. Dus dan heb ik zoiets van, het maakt me eigenlijk niet heel veel uit wat Geert Wilders erover zegt, want die kan toch alleen maar negatieve dingen zeggen. Om aandacht te krijgen. En dat krijgt hij dan ook. Dus daar wil ik eigenlijk niet heel veel over zeggen. Geert Wilders is nogal van de reacties uitlokken. En ik denk ook wel dat hij het daarom heeft gedaan. Dat hij gewoon wil dat mensen erover gaan nadenken. En dat hij weer aandacht krijgt, zeg maar. Ik vind het een bullshit reactie. Ik vind dat Geert Wilders moet stoppen met zoveel, ja, gewoon problemen te maken over niks. Want waarschijnlijk waren er veel meer problemen geweest als hij geen hoofddoek had omgedaan. En vanuit de functie die zij bekleedt in onze samenleving, ja, is het niet meer dan normaal dat ze het deed. Dus alleen al zijn reactie geeft gewoon aan dat hij gewoon een klein kind is, basically. Wat denk je dat hij hiermee heeft geprobeerd, Geert Wilders? Zijn standpunt te bereiken. Dat hij zijn haat op moslims wil uiten. Nou, alle domme mensen die op Geert Wilders stemmen, die denken nu, hij heeft gelijk, kijk eens aan, hij komt op voor onze rechten. Want ik vind dat de koningin ook geen hoofddoek allemaal moet doen. Weet je wat? Ik vind ook dat alle buitenlandse landen uit moeten gaan. Dus laat ik nog meer van dit soort dingen zeggen die alle domme mensen die achter mij staan triggeren om nog langer op mij te blijven stemmen en dan komt het goed. Nou, ik denk dat hij zoals gewoonlijk dat hij een beetje ruzie wil zoeken, maar dat er eigenlijk vrij weinig te bereiken valt. Nog duidelijker zijn standpunt te maken en de koningin een beetje in een negatief licht te zetten. En wat vind je ervan dat hij dit via Twitter deed? Dat vind ik heel hip van hem en verantwoord, anno 2011. Ja, ook een beetje slap. Dat geeft wel weer aan dat hij zichzelf niet kan verdedigen tegenover gewone mensen face-to-face. Maar dat het gewoon weer via een omweg moet. Beetje raar eigenlijk, want hij kon beter gewoon normaal uitpraten met die mensen. En vertellen wat hij ervan vond. Maar op Twitter kan iedereen wat zeggen. Nou, over het algemeen hebben de jongeren, vinden het wel respectvol wat de koningin gedaan hebben. En vinden het eigenlijk helemaal, dat zijn het gewoon niet mee eens wat Geert Wilders zegt. Daar ben ik het ook zelf ook helemaal mee eens. Het slaat gewoon nergens op. Het is gewoon een hoofddoekje op als je de moskee binnengaat. Zou ik ook doen, tenminste als ik een vrouw zou zijn. MC Station!